Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Jan-Jaap van der Wal is de gast. Jan-Jaap is al vanaf zijn 17e lid van Comedy Train, speelt in Nederland en Vlaanderen avondvullende shows, was presentator bij Spijkers met Koppen en is een vast gezicht op tv bij programma's zoals Dit Was Het Nieuws en De Ideale Wereld. En laat ik het zo zeggen dat ik die laatste rij vakkundig nog heb weggespeeld. Bij deze aflevering hoort ook een bonusaflevering, een Elektra. In die bonusaflevering praten Jan-Jaap en ik nog even over hoe het voor hem was om comedians die auditie deden bij Comedy Train te moeten bellen met het nieuws dat ze niet waren aangenomen. En laat dat nou ook toevallig zijn hoe Jan-Jaap en ik elkaar ooit hebben leren kennen. Die bonusaflevering is alleen voor crewmembers van het virtuele jongerencentrum Elektra. Hoe je dat kan worden hoor je later in deze aflevering. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jan-Jaap van der Wal. Wat ik dan vooral bij jou denk, jij bent heel jong ook nog eens begonnen. Ja, ik was 17, dus het was 1997. En ik was 17 jaar. Dus dat is in potentie natuurlijk één grote ramp. Waar het niet dat ik denk dat de wereld toen ietsje liever was. Zeker de comedywereld was iets minder hard of zo. En bedoel je dan de andere comedians of het publiek? Dat, of? Maar ook het publiek en zo. En er was nog geen social media. Dus ik kon eigenlijk in die periode redelijk goed mijn gang gaan. En ja, ik was natuurlijk toch een beetje een soort weirde. Nou, nog steeds misschien wel. Maar een beetje een weirde jonge gast natuurlijk uit Friesland. Die er een beetje gek uitzag. Dus die optredens zullen niet allemaal even goed geweest zijn. Maar het werd mij wel enorm gegund of zo. Dus ik heb dat toch wel redelijk als een vliegende start ervaren eigenlijk. Toen. Ja. En want speelde jij eerder al op andere plekken voordat je bij Comedy Train bij de Toemler? Nee, ik studeerde. Het was in mijn studentenintroductietijd dat ik in de Odeon in Amsterdam zag ik Comedy Train. Meurt zag ik toen en Raoul en Howard, geloof ik. En toen later in mijn studentenintroductie gingen wij naar Ernst van der Kas kijken. In het Betty Asphalt complex. En ik had toen al aan een aantal studiegenoten verteld dat ik dan ook wel iets met cabaret of zo wilde doen. Leek me dan ook wel leuk. En toen na die avond met Ernst van der Kas, toen weet ik nog goed, ze keken ze me aan en zeiden ze, nou, dan moet je nog wel echt heel hard werken. Wil je dat? Ik zei, ja, inderdaad, ja. En toen ging ik de week daarna naar Toemler toe. Om daar eens te kijken. En toen was er een soort gongshowavond nog. Dat was een soort open podium, maar dan met een gong. Dus als het publiek het niet meer leuk vond, moesten ze ook die gong slaan. En daar heb ik opgetreden met grapjes die ik op de middelbare school deed. En dat werkte heel goed. En toen sloegen ze wanneer ook die gong. En dus dat was eigenlijk een hele leuke avond. Maar daar zaten 20 mensen in de zaal of zo. Maar er was wel al iemand die zei, ja, ga dan auditie doen. En dat bleek dan weer die zondag er ook te zijn. Dus het is allemaal in 2 weken tijd is het gebeurd. Dus, en die zondag daarop was dan de auditie van Comedy Train. En toen ging ik daar zitten in die hoek. En daar zat Ernst van der Kas. Dus toen dacht ik, wat is dit nou, joh? En toen heb ik auditie gedaan en toen werd ik aangenomen. En kwam Ernst ook auditie doen? Die kwam ook auditie doen. Ja. En die is er toen niet doorgekomen. Dus toen was het Sander van Hoek-Zeeland, ik en Vincent Geers. En dat was een unieke avond, want er waren 3 mensen. En dat was in 1997, was dat nog wel redelijk uniek eigenlijk. Ja. En was je, toen jij daar auditie deed, hoeveel leden waren er toen al van de Comedy Train om dat te beoordelen? Nee, dat denk was nog geen 4 hele grote groep. Of zo. 4, dus ik weet dat Hans Zimmel was er en die was enorm
Die was dronken, maar die uit een soort van... die vond het zo'n bijzondere avond. Ja, je kent Hans ook een beetje. Die viert dat soort dingen. Die viert het leven nogal graag. En dus het is toen ook al. Dus die kwam naar mij toe. En ja, fantastisch. Maar je moet wel oppassen voor de tv, zei hij toen nog. Toen was hij echt aangeschoten. Ja, want die ga je kapot maken. Maar je bent zo wat bijzonder. En Raoul was er. En dat was het zo'n beetje wel. En dat was wel opgenomen met een soort VHS-cameraatje. Dus dat is wel door andere mensen dan ook wel gezien. Maar het grote beoordelingscomité, waar volgens mij ook nog wel eens voor heb gestaan. Ja, dat was het toen nog allemaal niet. Dus dat was in die zin wel fijn. En de week daarna stond ik dan in Toemler met Theo Maas in een line-up. Dus als je het echt hebt over slechte optredens, die heb ik echt wel gehad hoor, daar komen we nog wel op. Maar dat was eigenlijk die periode niet, omdat het, ja, het was allemaal zo nieuw en leuk. Ja. En ik was een soort, ja, rare, zoals je ook een puppy hebt, weet je wel. Ja, dat pist wel eens in de hoek, maar ja, daar kun je niet echt boos op worden. Nee, maar als je zo'n vliegende start hebt en eigenlijk alles zo vanzelf gaat vanaf het eerste moment... Hoe is weet je nog de eerste keer te herinneren dat je niet lekker ging en dat je dan dus krijgt, oh, dit kan er dus ook gebeuren. Nou, ik weet wel dat, volgens mij was het ook dat jaar zelfs, dat ik, dat Toemler was natuurlijk, of is nog steeds, de club van Raoul en zijn broer. Inmiddels niet meer helemaal, maar toen nog zeker wel. En die zijn alle twee Joods, dus die hadden niet zo heel veel met kerst. Dus kerstmis, ja, dan was gewoon Toemler open. Ik geloof dat zelfs eerste kerstdag was het gewoon open. En werden ook gewoon shows gespeeld. En toen weet ik nog dat ik mezelf gewoon wel had laten indelen voor tweede kerstdag. Maar ja, er was een feestje bij Hans Zimmel, volgens mij. Ik denk dat het dat jaar ook wel was. En daar ging ik gewoon naartoe. Dus het was gewoon een soort kerstdiner. Maar ja, dan moest ik wel spelen. Ja, shit. Dus toen weet ik dat ik van dat kerstdiner naar Toemler ging. En dacht, nou, dan speel ik even snel, dan ga ik weer terug. En ik weet niet meer wat, maar het ging niet zo goed, dat weet ik wel. Ook omdat ik volgens mij al wat gedronken had ook. En toen kwam ik af en toen zaten Hans, Til en Theo Maas aan de bar... En die hielden mij echt zo tegen. En dat werd echt het trainen tegen die jonge voetballer gesprek. Dus dat werd echt van, oké, maar als jij iets wil worden, dan moet je ook dit soort optredens goed doen. Ze waren echt serieus. Die waren echt van, ja, maar ja, je kunt het nu niet laten liggen op zo'n avond dan. Ik zei, ja, maar ja, ik had een feestje en ik moet eigenlijk weer terug. Nee. Maar die gingen mij, leek wel... Het was heel didactisch eigenlijk, achteraf gezien. Het was een beetje vaderlijk, maar ze gingen echt zeggen... Ja, maar ook, dan moet je het altijd goed doen. En dan, dit soort avonden kun je dan niet verkloten. Dat kun je gewoon niet maken. En ik weet wel dat ik daar... Het was niet een leuke avond erna meer of zo. Daar was ik wel van onder de indruk, ja, natuurlijk. Weet je nog inhoudelijk dingen die ze meegaven... om zo'n avond wel goed te laten gaan? Nou ja, Dat gaat dan denk ik toch echt over hoe je erin staat of zo. Of automatische piloot of raffel je het af of niet. Dus ik denk dat ik inhoudelijk niet iets anders deed... als ik bij wijze van spreken de week daarvoor of de week daarna. Maar het gaat dan meer om een soort... Ja, ons vak is natuurlijk ook dat je in het hier en nu bent... en dat je ook het publiek wat daar nu zit echt het gevoel geeft... dat je het speciaal voor hen aan het bereiden bent... En ik denk dat ik toen iets te veel ook de automatische piloot aan het spelen was. Ja. En dat irriteerde ze. Dus toen was het meteen... ik werd echt zo tegengehouden. Zo. Eigenlijk wilde ik gewoon weglopen om weer naar het feest te kunnen. Maar ik werd echt zo... Nee, even praten. Ja. en de show zelf... Want je zei altijd, dat ging waarschijnlijk niet te goed. Ook omdat je misschien wat gedronken had. Maar weet je nog hoe het was, het volgens mij... Ja, dat is lang geleden hoor, Wout. Maar zo'n kerstshow geeft ook al... Ik heb ook wel shows gedaan, niet op eerste kerstdag volgens mij... maar wel tweede kerstdag inderdaad. Het heeft ook altijd wel een andere
lading of zo. Nee, tuurlijk, maar het gaat erom dat het blijkbaar te duidelijk zichtbaar was dat ik eigenlijk helemaal daar niet wilde zijn, maar ergens anders. En die mensen die daar natuurlijk in die zaal zitten, die hebben juist ervoor gekozen om naar een comedyclub te komen op tweede kerstdag, omdat ze of misschien dat feest niet hebben of daar helemaal geen zin in hebben. Dus het was meer een les in intensiteit en waarom doe je dit, ja. dan inhoudelijk of zo. Ja. Ja. Nee, ik, met de vraag inhoudelijk bedoelde ik inderdaad dit soort dingen, ja. Niet per se, oh je zei daar dat woord. Nee. Dat uiteraard niet. En weet je, andere shows uit de begintijd of daarna misschien waarbij je eigenlijk liever ergens anders had willen zijn, misschien dat je het op het podium realiseerde. Nou, ja, eigenlijk wat ik zei toen was zeker toen een redelijk beschermde omgeving. Een avond wordt altijd opgevangen door iemand anders. Maar ik weet ook dat ik vrij snel ging ik ook al wel mee op klusjes. Dus ik kan me een avond herinneren dat ik met Owen Schumacher was ik ergens op een soort congres. En of ook een bedrijfsoptreden. En hij zei, ja, ga jij dan maar als laatste, ook begin ik wel. En dat hij toen begon en dat er toen een enorme verjaardagstaart naar binnen werd gebracht tijdens zijn optreden. En dat iedereen omkeek en eigenlijk langzaam zijn leven begon te zingen. En toen realiseerde ik me wel van, oh ja, dit is natuurlijk echt, dit is andere koek wel. Ja. Dus daar was echt helemaal nul concentratie. En ik ben ook één keer mee geweest met Howard naar een klus die we dan hadden in Dordrecht. En toen was ik ook nog heel, ja, heel jong, 18 of zo. En toen gingen wij met die man die van het optreden moesten wij eerst een gesprek hebben. Maar dat werd een heel vervelend gesprek. Volgens mij heeft Howard hier over verteld. Heeft Howard hier ook over verteld? Ik denk het. Was dit toevallig op de Internationale Dag tegen het Racisme? Ja, dat was het. Ik was een keer met Jan Jaap uitgenodigd om op te treden op de Dag tegen Discriminatie of zoiets in Bibelo Dordrecht, de oude verbouwde kerk. Ja. En wij komen daar en natuurlijk was er vanuit kantoor wel gezegd, dit en dat moeten de condities zijn. Maar mensen zeggen dan, ja, is goed en doen het vervolgens niet. En even voor de duidelijkheid, welke condities komen er vanuit kantoor nou, mee? Dat het publiek moet zijn, dat er geluid moet zijn, dat er goed licht moet zijn, dat de bar dicht moet zijn, dat er aandacht moet zijn, zodat de comedian goed kan scoren. Ja. Kijk, mensen komen in Toemler, zien een comedian schitteren, zeggen dan, dat wil ik ook, op X of Y qua locatie, boeken het en zetten je dan in de meest kutte condities neer en verwachten hetzelfde. Ik zeg altijd, als je in een sterrenrestaurant hebt gegeten en je nodigt die kok uit op de camping en je geeft hem één pitje en je zegt, doe maar. Ja, dat werkt dus niet. Nee. De condities moeten wel zo zijn dat we kunnen scoren. Nou, dat was daar ook niet aan de hand. Dus ik ging met die meneer in gesprek, die organiserende meneer, van, luister, dit is niet conform de afspraak. Wij kunnen hier niet tot ons recht komen. Dus ja, of daar gaat, jullie moeten een aanpassing doen in de condities of we gaan weg. Want ja, dit kan niet. En toen tikte hij met zijn wijsvinger op mijn sleutelbeen en zei, ik heb voor jou betaald, dus je doet wat ik zeg. Toen zei ik tegen hem, welke dag was dit ook weer? Ja, precies. Dus toen zei ik tegen hem, let op. En toen heb ik een pivot turn gemaakt en ben ik weggelopen. Zei ik, Jan-Jaap, let's go. En toen zijn we lekker gaan eten in Rotterdam. Doei. De aanvulling die ik erop kan geven is dat wat Howard verteld heeft, dat het waar is. Dus er was een man die zei, ja, maar ik heb jou ingehuurd of zoiets. Ja. En dat Howard toen zei, ik ga weg. En die liep toen weg. Maar ja, ik was 18, wist ik veel. Dus ik had nog niet echt het gevoel dat ik achter Howard aan moest lopen. Dus ik weet nog dat ik nog drie seconden in die man zijn ogen ook zit te staren. Ja, ik weet ook niet. Ik weet ook niet wat hier aan de hand is. En toen ben ik met Howard teruggelopen. Of naar zijn auto, of ik weet niet. En toen uiteindelijk weet ik nog dat we die avond, omdat we in Dordrecht waren, in Rotterdam, in een soort Surinaamse discotheek, beland zijn. waar uiteindelijk een of andere Surinaamse vrouw nog heeft staan grummelen tegen mij aan. Dus ik dacht, ja, ik weet nou niet wat ik liever had gedaan, dat optreden of dit. Maar het was in ieder geval een avond waarin van alles gebeurde wat voor mij nieuw was, in ieder geval. Ja.
Oh, wat goed. En weet je, die show die je deed met Owen, want je zei tijdens zijn set komt er dus opeens een taart binnen en is alle aandacht weg. Kwam er een taart binnen en ik zag hem wel echt helemaal kapot gaan. Maar ja, dat was ook echt twee maanden nadat ik was aangenomen. Dus dan, het is ook een beetje als je denkt, ja, maar dat is Owen, weet je, als dat al helemaal misgaat. Nee, maar vooral jij moest daarna nog het podium op. Dat ging wel, geloof ik nog. Dat ging wel. Alleen ik zal het altijd wel onthouden als van, oké, dit kan er dus ook gebeuren, zeg maar. Mijn slechtste optredens zijn altijd wel in bedrijfsachtige situaties geweest. En het allerergste was wel dat ik... Dat was in Toemler voor het Joods maatschappelijk werk. Dus Toemler is Joods, zoals al gezegd. En het Joods maatschappelijk werk die heeft daar op een gegeven moment een middag georganiseerd. En ik denk dat ze dat ieder jaar wel deden, maar in ieder geval... Ze hebben dat gedaan dat zijn mensen die hebben, die helpen in het maatschappelijk werk van Joodse mensen, dus oorlogsslachtoffers, noem allemaal op. En ik speelde en Marc-Marie speelde ook. En op dat moment waren Marc-Marie en ik eigenlijk redelijk onomstreden in de zin dat we gewoon goed speelden en zo. Dus daar was niet zo heel veel aan de hand. Dus Raoul kon ons met een gerust hart daar neerzetten. En toen en ik kwam op en ik had een stuk over schoolreisjes in mijn set. En ik vroeg aan iemand op de eerste rij, bent u wel eens op kamp geweest? Vroeg ik. Maar ik had niet door wat ik zei. En die vrouw, ja, ik zag die vrouw echt helemaal verstarren. En wat zei jij? En toen heb ik het geschreeuwd, omdat ik dacht dat ze me niet verstond. Dus ik zei, of u wel eens een kang bent geweest. Ja, dat was wel redelijk rampzalig. En toen, dat kwam ook niet meer goed. Oh, wat verschrikkelijk. En die vrouw is mogelijk ook daarheen gegaan en gedacht, oh, met het vooroordeel misschien comedians, die zullen wel. Ja, ik had het echt, ik was, na afloop had ik door wat, want ik kom uit Friesland en ja, ook schoolreis gaan was ook bij ons op kamp gaan. Ja. Ja, dat was onze generatie. Ja, en zeker als je al zit met ook gaan biddoen over schoolreisjes, dan is dat een hele logische vraag. Wat me redelijk onschuldig onderwerp bleek. Maar de introductie, dat ging helemaal de verkeerde kant op. En de klok op de vuur kwam was dat Marc-Marie eigenlijk daarna nog kwam en die begon over de Balkanoorlog. Dus ik begon over, ach, het is me wat met die oorlog. Maar die had er ook niet. Dus het was een soort treinongeluk van jawel, ze wat ook nee. Weer een verkeerde metafoor is natuurlijk voor Joodse mensen. Het was een verkeersongeluk, laten we het daarop houden. Ach, ja. Sorry, Joodse maatschappelijk werk. Ja, sorry, Joodse maatschappelijk werk. Ja, ik geloof dat ze daarna ook nooit meer in Toemler iets gedaan hebben. Nee. Nee, dat was wel rampzalig, ja. Heb je ook veel bedrijfsklussen buiten Toemler gedaan? Want ik weet dat Toemler af en toe inderdaad op zo'n manier wordt afgehuurd en dat er een organisatie of een bedrijf komt. Dat doen ze nu niet meer zoveel, geloof ik. Maar dat zijn altijd hele gevaarlijke dingen. Want dan ben jij namelijk in je natuurlijke omgeving en je denkt, nou ja, die mensen zijn hier op bezoek. Dus die moeten zich naar onze regels gedragen, maar dat is ook niet helemaal waar. Want ja, als je met je bedrijf zo'n tent afhuurt, dan is er ergens een beslissing genomen van, nou ja, het is nu voor jullie, zeg maar. Ik denk dat het de laatste tijd niet meer zoveel gedaan wordt, omdat iedereen zijn eigen zaaltje en zijn eigen dingetje wel heeft. Maar destijds was het nog wel. Er waren altijd hele rare optredens, omdat je dan dacht, hé, maar we zijn toch Toemler en zo, maar dan is het toch allemaal net even anders, alsof er vreemde mensen in je huis zijn. Ja. Ja. Nou ja, en zeker ook mensen die daar komen en die niet weten wat Toemler überhaupt is. Die denken, zitten hier in een zaaltje en we hebben gratis drank. Ja, daarom. Maar ik vind bedrijfsoptredens namelijk in principe altijd wel leuk. Ik denk dat ik een van de weinigen ben, maar ik vind het eigenlijk altijd wel... Ik vind het ook wel spannend en ook wel
inspirerend soms, omdat je op plekken komt of bij in werelden komt dat je denkt, nou, dat, ik wist helemaal niet dat dat bestond gewoon. En heb je dat altijd al gehad? Ik kan me voorstellen namelijk dat nu in je carrière als mensen jou boeken, dan weten ze heel goed, oké, we boeken Jan-Jaap van der Wal. En ja. dat alles ook over het algemeen goed geregeld zal zijn. Ja. Nee, maar dus aan het begin was het meestal inderdaad met een paar mensen zo, om het leed wat te verzachten. We hebben ook een avond, of nee, een middag was dat. Dat was ook zo erg. Dat was in Milaan. In Milaan was dat. In het jaar 2000. Toen had Amstel Bier was sponsor van de Champions League. En de Champions League finale was in Milaan. En er waren prijswinnaars en die mochten dan, ik denk dat het 1000 mannen waren, die mochten dan naar Milaan. Toen kon dat nog in het jaar 2000. Dus een vliegtuig vol met mannen die dan naar de Champions League finale gingen. En wij gingen dan optreden in een park in Milaan. En het was met Owen, Raoul, Bas Grevelink en Nico en ik. En toen waren wij... Nico Scheepmaker. Nico van de Knaap. Nico van de Knaap. Ja. En wij waren dan... Dus dat was echt verzorgd en zo. En een paar dagen. Dus wij waren de avond daarvoor er al. In Milaan. En toen zaten we te eten. En toen zeiden we... Ja, het zou toch wel lachen zijn. Dus als we nu zo goed betaald. En dat je dan heel slecht optreedt. Nou, het was nog slechter dan dat. Dus het was in een park... En er waren allemaal stoeltjes neergezet. En er zaten 1000 mannen, ja. En Owen die begon. Maar die en was er wel ook gewoon een podium gebouwd? Er was een podium gebouwd. En het is natuurlijk gewoon ja, in een park in Milaan. Dus ja, je denkt, wauw. En is dit een afgelegen park? Of is dit dat je ook nog wel gewoon op de achtergrond Italiaanse scootertjes... Nee, dit was echt zo'n net zo'n festival met van die tenten en zo. En Amstel. En dus het was natuurlijk okay, allemaal... Oké, dus echt gewoon goed Amstel verzorgd. Bier neemt Milaan over, zeg ja. maar. Dus het was wel goed gedaan. En het was in de middag, dus overdag. Dus dat is altijd wel een beetje lastig, weet je wel, qua concentratie van mensen. En natuurlijk, iedereen was al flink aan het zuipen. En die avond zou... Het werd Bayern München-Valencia was de finale. En dat was echt met afstand de saaiste voetbalwedstrijd die je ooit hebt gezien. Dus ik denk dat mensen zich daar op dat moment al van bewust waren. Dus dat ze toen al dachten, laten we gaan zuipen. Maar in ieder geval, Owen die begon... En die had bedacht, ik ga Koos Tompé nadoen. Ja. Het was echt in de buitenlucht. En mensen zaten ook een afstand. Dus mensen hadden helemaal geen idee. Ja, als je hem van dichtbij ziet. En Koos Tompé was toen best wel een beroemde darter. In die periode. Maar ja, je moet hem wel op tv zien. Maar ja, als je hem in de buitenlucht op... Nee, inderdaad. Ja, 80 meter afstand denk je, ja, het zal wel of zo. Ja, als je hem inderdaad bij Koffloem, waar hij natuurlijk veel deed. Als je hem daar Koos Tompé nadoen, ja, dan is het geweldig. Het was net daarvoor... Volgens mij was het in het jaar dat Kokspijkers begon met die typetjes. Dus hij was een soort onderzoek aan het doen. Maar dat ging al niet goed. Toen kwam Raoul, die kan ook af en toe ook een soort trip zitten dat je denkt, waar ben je nou? En je zag dus die rijen, dat werd steeds minder. En ik sloot af en ik heb... Qua fysieke aanwezigheid. Dus, en ik sloot af en ik weet dat ik nog voor één rij speelde. Voor de voorste rij, want die durfde ook niet weg te gaan natuurlijk. Dus dat was mijn rij waar ik nog voor speelde. En ik was denk ik, ik had ook wel een paar biertjes op. En laat ik het zo zeggen dat ik die laatste rij vakkundig nog heb weggespeeld. Dus het was echt een soort dubbelslag. Want Bas begon er al mee. Bas is ook niet dan de meest fijne persoon. Want Bas was onze MC. Maar die had nogal de neiging om een soort ouderwetse vooroorlogse liedjes te zingen. Als hij er niet helemaal uitkwam. Ja. Dat was een soort weirde. En ook als ik me... Het is lang geleden dat ik Bas Grevelink heb zien spelen. Maar als ik hem voor de geest haal. Inderdaad. Liedjes en beetje verwijfd wel. Ik wilde zeggen flamboyant, maar verwijfd is inderdaad de treffende term. In de zin van contact maken met voetbalsupporters, dat zou ik hem
Precies. Niet altijd toevertrouwen. Nee. Laten we het daar ook houden. Dat is niet per se een match dat je denkt, daar zitten 1000 voetballiefhebbende mannen heel erg hard op te wachten. Maar het was echt zo dat je dan, het was een soort collectief, zoals een voetbalteam al collectief kan falen, was dit ook collectief. En ik ergens dacht ik nog wel, nou, ik trek dat wel recht of zo, maar dat ging ook voor geen meter. Dus ik wilde inderdaad vragen hoe jij staat achter in de coulissen of aan de zijkant. Je ziet dat gebeuren. Je ziet collega's spelen. Op dat moment speelde je 3 jaar. Dus het is ook weer niet zo dat je al extreem ervaren bent. Wat gaat er dan door je heen? Dus je denkt, ik moet zo nog op voor... Nou ja, ik denk dat ik altijd wel een soort van lichte vorm van zelfoverschatting heb. Dan dat ik denk, nou ja, ik moet dat dan toch wel... Of met het materiaal wat je hebt. Dat je, ja, dat moet toch wel lukken en zo. Maar het gaat dus... Ja, dat weet je inmiddels natuurlijk ook gewoon. Het gaat om een soort connectie maken met het moment. En met wat er aan de hand is. En optredens die misgaan is... Achteraf denk je, je moet gewoon eruit stappen en zeggen... Jongens, wat is het gaat niet goed dit. Wat moeten we doen? Of zo. Dat je zo'n moment van eerlijkheid hebt. Maar ik denk dat ik ook totaal aan het ontkennen was wat er aan de hand was. En dat je dus inderdaad al die mensen maar ziet lopen en maar bestellen. Ik denk ook dat het letterlijk geëindigd is van... Nou, zullen we er maar mee ophouden? En dat mensen riepen, ja, graag. Zo. Weet je, ja, graag. Laten we dat maar doen. En dat je dan ook maar denkt, nou, gelukkig... Gelukkig kunnen we dan vanavond naar die wedstrijd. Maar toen kwamen we bij dat stadion. En je zit natuurlijk toch in hetzelfde vak. Dus wij zaten met al die supporters ook nog in hetzelfde vak naar die wedstrijd te kijken. Dus ik geloof dat we allemaal toch wel redelijk schaamtevol zo hebben zitten kijken. Ja. Oh, en voel je je dan nog extra lullig omdat het ook nog is gewoon met een vlucht en gewoon een meerdaagse. Wij vlogen gelukkig niet terug. Met die Owen vloog terug met al die mensen. Dus Owen vertelde later dat hij echt in het vliegtuig nog wel 2,5 uur echt last heeft gehad, zeg maar. Maar wij vlogen de dag daarna pas terug. Maar nee, ja, dat is... Als je erover gaat nadenken, dat is echt schaamte, ook schaamte, ook schaamte. Ik worden we hiervoor betaald, helemaal hier naartoe, hotel... En dat zo dan laten afweten, ja. Heb je daarna ook nog wel eens shows gehad waarbij je dus daadwerkelijk wel het moment van eerlijkheid hebt gehad om halverwege te zeggen, dit wordt hem gewoon niet of wat is hier aan de hand? Nou ja, ik heb wel geleerd dat als je dat wel doet, dan is dat vaak ook de oplossing. Zo kun je dus dan gebeurt er ook wel iets in zo'n zaal of voor zo'n plek. Dat je denkt, ja, dat eigenlijk is dit de beste manier om het te doen. Omdat dan komt er een soort eerlijkheid in. En dan lukt het wel weer of zo. Alleen, die bedrijfsoptredens, die zijn heel leuk als je er echt een beetje in verdiept. Alleen als jij daar uiteindelijk iets staat te doen waarvan je denkt, ja, maar dit heeft helemaal geen connectie met wat die mensen doen of wat hier aan de hand is of waar dit bedrijf voor staat of zo. Ja, dan wordt het al gauw een beetje gênant. Ja. En dan hoor je jezelf al die dingen doen en je denkt, nee, hier, dit wordt hem ook niet. En dit gaat hem ook niet worden. Kijk, ik ben op een gegeven moment ben ik wel echt... ik heb heel lang shows gedaan en dat was echt wel cabaret, dus dat lag wel vast. En dan de avondvullende theatershows bedoel dus je? Dat, ja, dat ligt dan heel erg vast in de volgorde en dat ga ik zo doen. Maar op een gegeven moment ben ik wel echt teruggegaan naar stand-up. Dus naar heel erg van, nou ja, bijna van we zien wel wat er gebeurt. En ik heb dit en dit in mijn achterzak. En daarin heb ik nog wel eens mijn hand overspeeld. Dat je dan denkt, nou, dit red ik wel of zo. Of hier komen we wel uit. Maar dat je dan zo aan het zoeken bent naar materiaal en nog dingen aan het terughalen bent van 20 jaar geleden of nog een oud grapje hier. Dat je, dan moet ik dit er nog bij halen. En dat je dan voelt, ik ben het nu aan het verliezen. Ik krijg het niet meer. Ik krijg het niet meer onder controle. Weet je daar nog een specifieke... Ja, ik kan me nog herinneren dat ik in... ik geloof dat het... Etten-Leur of zoiets. Zo'n plek in Brabant. En het was een optreden voor een bedrijf.
En het bedrijf had dan, als, dat zat in de logistiek. En dat was een bedrijfje wat zeg maar, wat deden ze nou? Ja, zij moesten zorgen dat, dat er een vrachtwagen met lading op de weg zat. En dan was er een andere vrachtwagen en die moest dan, zij moesten dat inplannen, de vrachtwagens moesten zij inplannen. En ik had een voorgesprek gehad met die mensen. En toen hebben ze geklaagd, ook echt bij mijn agent of bij mijn boeken, dat ik er niet helemaal bij was, ook bij het voorgesprek. Dat vonden ze een beetje vervelend. Maar ja, die man die ging gewoon ook een computerscherm laten zien aan mij hoe die dat dan doet. Met die vrachtwagens inplannen, maar dat was zo ingewikkeld. En met kleuren en met codes, dat je denkt, ja. Dus dat was het voorgesprek al. Daar was ik helemaal voor naar die plek gereden, om dat dan te doen. Maar ja, je krijgt er ook wel geld voor. Dus je denkt ook, ja, dan laat ik dat dan maar doen ook. Maar dan al, als je zo'n voorgesprek hebt gehad, want dan rij je daar vandaan en denk je, hier moet ik dus. Ja, hier moet ik dan iets mee doen. En dan ga je thuis toch zitten nadenken over vrachtwagens en logistiek en zo. En dan ga je bij jezelf, nou, heb ik daar dingen over? Nou, nee, niet echt. Kan ik daar dingen over maken? Nou, ook niet echt. Ik kwam er ook niet uit. Maar dat was al in de fase dat ik denk, nou, ik zie wel wat er gebeurt en ik red me wel. Ja. En toen kwam ik daar en dat was een, die hadden ook een soort feestzaal opgetuigd. En het regende heel hard, ook die feestzaal. Dus het was ook best wel lawaaierig. En mensen stonden ook. En het was wel echt anderhalf uur. Had ik afgesproken met ze. Dat is lang. Heel lang. Dat is heel lang. Dus, en wat meestal ook wel bij die bedrijven ook wel een beetje werkt, is dat er dan eerst een directeur komt en die gaat dan zeggen van, nou ja, dit jaar gaan we echt de klant centraal stellen. En toch? Ja. We gaan echt, we gaan die targets nu halen en betere communicatie en hogere targets en dat de klantvriendelijkheid echt hoog in het vaandel staat. En dan kom jij daarna en dan kan je altijd een beetje daar een beetje op afzeiken, weet je wel, van, god, wat goed dat dat nou eens een keer gezegd wordt. Want hè, hoe vaak kom je niet bij een bedrijf dat ze zeggen, laat de klant maar helemaal de tering krijgen. En meestal die mensen in die zaal voelen ook wel die ironie daarvan. Ja. En die denken, ja, wat is het toch eigenlijk ook allemaal belachelijk. En dan zit je een beetje op die trip. En dat gaat eigenlijk best wel goed altijd. Dan zit je ook al in het moment waar zij ook al in zitten. Ja, en dan hè, en meestal, en nogmaals, al die bedrijven hebben ook wel echt iets te vertellen, maar die verliezen zich heel vaak in dat soort jargon, waar je natuurlijk als comedian meteen ook aan kan gaan. En dat probeerde ik hier ook, maar dat ging ook al niet. Dus mensen pakten die ironie ook al niet. En toen dacht ik, dit wordt lang. Dit wordt een lange avond. Ja. En die mensen stonden en die waren zo aan het afhaken ook. En ik zag die directeur, maar die vond mij dus ook al niet zo aardig, omdat ik in dat voorgesprek ook al niet zo ook niet dus goed had opgelet. Die zag je ook al vrij snel afhaken ook wel, zo een beetje zo bewegen. En ik kon, ik denk dat er ook maar 60 mensen waren of zo. Weet je, dus die kan je ook allemaal zien. Ja. Dus in die anderhalf uur, dat is 90 minuten, ook 60 mensen, heb je toch ruim anderhalve minuut per persoon de tijd om te zien, hier ga ik het ook niet van moeten hebben vanavond. En deze persoon vindt mij ook echt niet leuk. En logistiek, dus toch ook vrij veel mannen met een groot rijbewijs. Met een groot rijbewijs en een grote buik en allemaal zo staan. En ja, dat was wel echt. En toen vond ik mezelf echt na 30 minuten terug, met echt graven naar materiaal over uitgaan. En inderdaad schoolreisjes. Dat je denkt, ja, maar hier zitten deze mensen ook echt totaal niet op te wachten. En heb je de 90 volgemaakt? Ik denk dat ik zo rond de 80 ben geëindigd zo. En dan onder het motto van, ja, maar ze konden niet meer. Ze waren moe. Of ze zaten te wachten op het koud buffet. Ja, maar dan ben ik toch wel redelijk met de staart tussen de benen. En dit was in 2013 of zo.
Zo, nog niet zo heel lang geleden. Maar dat was echt niet goed. Dus toen heb ik wel geleerd bij mezelf, zelfs als je dat soort optredens doet en je wil het van het moment laten afhangen, toch moet je je er iets meer in verdiepen. Ja. En iedere keer als ik nu een vrachtwagen zie rijden, denk ik, ja, die is toch ingepland, weet je wel, door iemand. En dat is een rol die ik niet moet onderschatten. Als jij nu een aanvraag krijgt voor een bedrijf, wat zijn minimale dingen of omstandigheden die jij vraagt of eist? Toch wel dat er enige aandacht is, wel. Er is een geweldige documentaire over Lee Towers van een paar jaar geleden. En er staat hier ook zo'n haringparty. Dan staat hij zo te zingen en dan zie je echt heel lang niks. En dan daarachter staan allemaal mensen met elkaar te drinken en te praten en haring te eten. Dat heb ik 1 of 2 keer gehad. Zo echt dat er een afstand zo is. Ja. Dus dat het publiek staat, maar dat ze ook in de verte staan. Ja, en dan ben je eigenlijk alleen maar mensen aan het uitschelden toch gewoon. dan ben je echt een beetje... Dan is het van, kijk mij hier nou staan en vind mij nou leuk. Maar dan is vaak zo'n organisatie ook wel heel coulant. Want die zegt dan ook, ja shit, dat hadden we echt beter moeten regelen. Ja. Sorry. En je hebt het nog lang volgehouden en zo, weet je wat. Dat. Zou je nu überhaupt nog ja zeggen op staand publiek? Nee, eigenlijk niet. Maar ja, nu als in COVID-tijd heb je helemaal niks meer te eisen, maar nee. Ja, nee, maar ze nu moeten als... ze moeten wel zitten, maar ja, god, ik... Wat ik zeg, ik kan redelijk goed zo in het moment dat je denkt, oh ja, dit is zo'n soort meeting of zo'n soort bijeenkomst. En ik zorg, de truc is nu dat ik er 2 uur eerder ben. Dus dan zie je alle speeches, dan zie je alles wat er langskomt, zie je alle powerpoints. En daar zit vaak zoveel leuks in, dat je je eerste 10 minuten eigenlijk daar vandaan haalt. Ja, absoluut. Dus dat is nu mijn truc. En dat kost soms heel veel energie en je komt ook de raarste plekken. Maar dat is eigenlijk de truc. Dus gewoon meekijken met wat er gebeurt, daar ook inspringen en dan nog een paar dingen van je eigen materiaal. Maar goed, dat ging dus in die logistiek ging dat mis. En als het niet de logistiek was, wat is de raarste plek waar je ooit terecht bent gekomen voor dit soort opdrachten of überhaupt voor een optreden? Het zijn saaie plekken vooral. Echt met voor overheid projectors en zo. Maar aan de andere kant wordt dat op zich ook wel weer een zaal. Zolang ze zitten is het eerder sfeerloos dan raar. Ja. Het zijn heel veel zalen met hele grote klanten. In hele grote potten. Er is altijd iemand, want dat wordt helemaal georganiseerd, dat soort middagen natuurlijk. Ja. Er is altijd iemand die ergens zegt, jongens, maar vergeten we niet dat er ook even een hele grote klant moet staan. Ja, goed dat je dat zegt. Monique, ik ga er meteen achteraan. Dus je staat er altijd naast een hele grote klant. Ik krijg altijd ontzettend het gevoel dat je op een uitvaart staat te spelen. Ja. En, maar het grappige is... Dat die mensen zien dat allemaal ook natuurlijk. En die hebben eigenlijk allemaal dezelfde gedachten daarbij. En zolang je daar overheen bent, over die angst. Want je denkt altijd bij zo'n bedrijfsoptreden. Oh god, deze mensen zijn het allerbelangrijkste ooit. Maar dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Die zitten net als wij in hetzelfde schuitje. Maar ja, die moeten dan voor hun werk of voor de borrel daarna. Of om toch nog een keer dat meisje van de receptie te proberen te versieren. En de laatste keer was al in COVID-tijd. Toen moest ik naar Noordwijk komen. Naar een bedrijf. En dat was een bedrijf, die hadden een medicijn uitgevonden voor diabetes. Dus het was wel iets. Maar dat was dus ook een kantoor letterlijk. In een soort kantine van een kantoor. Maar dat was dus voor een camera staan. Oh, dit was een online show? Ja, het was een online show. En toen zei ik, ja, oké, prima. Maar zien die mensen mij dan? Ja, ze zien, maar zie ik hun ook? Nee, je ziet hun niet. Ah ja. Ik zei, maar hoor ik ze dan wel? Nee, want er zit 20 seconden vertraging op.
Want de livestream gaat naar Kopenhagen en die komt dan weer terug. Oh. Maar er zijn wel wat mensen van het bedrijf zelf, die zijn gewoon op dat kantoor. Ja. Ja, die hebben dat geweten, zeg. Dat werd mijn publiek. Ja, uiteraard. Hè? Dus, maar, en dat was al half uur, dus dat viel dan wel mee. Maar er was bijvoorbeeld een vrouw, Jannie. En die ging gewoon achter mij zitten. Ja, no way natuurlijk. Oh, dus ik sta voor een camera te praten en achter mij zat Jannie met een glas wijn. Nou, die heb ik wel de hele tijd. Eigenlijk de helft van de tijd heb ik gewoon met mijn rug naar die camera tegen Jannie staan te praten. Wat vind jij er nou van? Maar dat. En het was dus een hele middag, was het. Op de Zoom. En op 2 meter, 3 meter afstand stond een DJ. En die had net gedraaid. Maar dat is nog triester. Dus die had gedraaid, zo gedraaid. Voor die mensen. Maar ook tegen een camera aan. Ja, en verder voor hoeveel mensen waren er hier fysiek? 150? Nee, fysiek denk ik 8. Ja, want hoeveel er online meekijken, ja. Dat heeft nul invloed op nul wat je daar staat te doen. Dus dat meisje had net zo gedraaid. Dus ik zei tegen haar, maar doe jij dit vaker dan? Dit soort klusjes. En toen zei ze op een gegeven moment, maar ik ga nu weg. Dus terwijl ik stond te praten in de camera, liep er achter mij ook dat meisje met haar 2 tasjes zo weg. Dus dat was... Dus ik weet niet hoe lang dit nog gaat duren, maar dit is ook wel bizar. Maar het wordt dan uiteindelijk wel leuk met die 8 mensen. Maar dat je denkt, als dit de toekomst van ons werk is, dan zit je in een soort vaagheid. Ja, nou, helemaal zo. Als je ook gewoon geen reactie hebt, dan heb je die 8 man nog. Ja, die moesten dan wel lachen, maar je hebt geen reactie op je publiek meer, omdat er 20 seconden vertraging op zat. Het is ongelooflijk. Ja, ik heb online shows gedaan, gewoon een standaard comedy show met comedians via Zoom. Ja, ja, ja. Maar dan wel dat, gewoon zoals je een Zoom gesprek hebt met... Ja. En dan heb je ook reactie van het publiek. En dan hoor je een soort kraakgelach. Ja, maar we hebben 1 show gedaan met notabene Judah Friedlander, wiens hele act is... interactie met het publiek. Ja, ja, ja. En zelfs ja, ja. Dat ging. Ja, nee, dat gaat ook wel. Maar dan heb je wel de reactie. Maar als je gewoon in een kantine ergens in Noordwijk staat... Ja. Oh man, wat doe je jezelf aan? Nee, want ik zei, maar kan ik dan niet gewoon iets opnemen? Nee. Het is wel echt een live event, zeg maar. Ja. Maar met 20 seconden vertraging en met geen idee. Maar ja, dan wordt dat de helft van je act. Ja, ik weet niet wat jullie nu aan het doen zijn en... Maar het leuke van die Zoom-meeting, als je ze ziet, is wel dat je inderdaad... dat je ook huiskamers ziet en achtergronden ziet. Dat is te gek. Ja, toch? Ik heb het gehad dat de man die hoorde ik fluiten... daar landde opeens een papegaai op zijn hand. Ja, dat is leuk. Dat heb ik nog nooit eerder in een show meegemaakt. Nee. En van, hey, blijf er eens bij. En Ja, nee, ja. Ze zijn leuk, maar je kan ze missen. Ja. Iets anders, want als je wat je nu vertelde, weet je, je bent binnen 2 weken eigenlijk dat je begon met studeren in Amsterdam bij de Comedy Train gaan spelen. Dan speel je in Toemler, dan heb je daar gewoon een hele veilige plek. Als ik kijk naar hoe ik ben gestart of hoe comedians die nu beginnen met spelen, dan zit je eerst heel erg in een open mic scene door allemaal kroegen, door heel Nederland en jeugdhuizen en weet ik wat voor dingen. Heb jij dat soort shows ook gedaan? Ja, wel gedaan. Maar dat was allemaal redelijk afgemeten. In die zin dat er was een kroeg in Utrecht waar we wel eens speelden. Dat La Comedy? Ja. Ja. U bestaat ook niet meer, hè? Nee, het café bestaat, maar heet al lang niet meer zo. En nee. Doet ook geen comedy meer. En ik geloof dat er iets in Den Haag was, maar dat was het dan wel. Maar dat circuit waar jij het over hebt, dat was er voor ons niet, omdat toen er was. En er was een soort theatertour. Dus dat was allemaal redelijk veilig en minder rock'n'roll wat dat betreft. Ik mis dat wel. Ik vind dat eigenlijk, zeker nu, vind ik dat wel de leukste dingen. Je hebt in België van David Galle. Die doet dan in een jazzcafé in Brugge een avond op een maandagavond. En ik heb de laatste keer gespeeld en die microfoon... die viel halverwege uit. En toen zo'n barman die zei... Oh, je moet gewoon een beetje aandrukken, hè? Gewoon een beetje aandrukken.
En dan wel zo'n jazzcafé met allemaal jazzlegendes die daar gespeeld hebben. Denk je, heb je dat dan ook tegen die jazztrompetist gezegd? Ja, nou, ik weet een beetje aandrukken, hè? Maar dat is natuurlijk wel het leukste. Als je weet dat je bij wijze van spreken een week daarna gewoon in een normaal theater weer speelt. Ja. Bedoel, als je daar helemaal van afhankelijk bent. Maar die echte shit, die shitkroegen heb ik wel gedaan. Maar ook weer, dat was allemaal wel in een soort... Toen had Comedy Train al wel een soort naampje of zo. Ja. Dus echt 20 mensen en... Wat doe je hier? Nee, dat gelukkig nooit. Nee. En wat is het kleinste aantal mensen waar je ooit voor hebt gespeeld? Als het niet al de 8 in Noordwijk... Nou, gewoon in Toemler, ja, ik denk 20 of zo. 20 mensen. Of... Ja. Of misschien nog net wel iets minder. Maar mijn vrouw is actrice, die heeft wel eens voor 4 mensen gespeeld. Ja, nee, dat niet. Dat niet. Want toen ik cabaret ging doen, toen ging het ook wel redelijk snel al met die kleine zaaltjes. En dat werd nooit helemaal gênant. Nee, maar ik zou toen, in het begin jaren deden wij op een gegeven moment ook wel op dinsdagen al spelen en zo. En ik denk dat het toen zeker niet heel veel publiek zat. Nee. Nee. Maar dan ben je ook nog gewoon nog steeds met 20 man in Toemler die wel komen naar Toemler, wat er gewoon helemaal op ingericht is om een leuke show te kunnen doen. Je kunt daar op zich wel altijd iets van maken. Op een gegeven moment wordt het wel echt gênant. Maar je kunt er wel iets van maken. Ja. Ja. En zijn er shows die je kan herinneren waarvan je uiteindelijk niks hebt kunnen maken? Of niet per se in Toemler hoor, maar... misschien ook juist bijvoorbeeld op festivals of op buitenlocaties. Of nou, ik kan me een avond in Den Helder herinneren, maar dat was gewoon in theater. En toen speelde ik mijn show daar in de grote zaal en Ronald Goedemond speelde in de kleine zaal. En wij kwamen alle twee tegelijkertijd af, helemaal bezweet. En alle twee exact dezelfde ervaring, namelijk wat is dit? Dus er werd niet gereageerd. Echt, nou, gewoon helemaal, bijna niet gewoon. En zeker als je cabaret doet, waarbij je met jezelf hebt afgesproken, dit is de volgorde en zo gaan we het doen. Ja. Dan, dat is echt een lijdensweg. En ik weet dat hij ook helemaal bezweet, terwijl hij was toen echt al goed. Wat is dit? En bij mij was het nog zo dat ik had een stuk over dat ik een keukentje ging koken bij de keukenkampioen. En die verkoker, die had ik bij wijze van spreken Hans de Boer genoemd. Echt standaard naam. Ja. Maar er was blijkbaar in Den Helder, een paar weken daarvoor, een Hans de Boer, die exact zo heette, was de zee opgegaan om zelfmoord te plegen. Het was een oud zeeman, oud marinier. En dat was nogal groot geweest daar in Den Helder. Dus die mensen dachten dat ik die naam expres gekozen had. En dat was dus zo'n stuk wat altijd werkt. En wat ook niet goed ging, dat ik denk, wat is dit? Wat is er aan de hand gewoon? En toen na afloop, mijn oom en tante zijn vandaar. Dus ik kwam, ja, die zeiden, ja, Hans de Boer, dit en dat. En ik zei, ja, maar ja, jongens. Zo generieke naam, toch niet dat ik dan... Iedere keer als ik ergens kom spelen, wat is er hier gebeurd voor ergens? Ah ja, dan ga ik die naam gebruiken. Nee. Maar ja, dat denken mensen echt, hè? Bij sommige dingen. Dat je denkt, ah, dat zal die daarom wel gedaan hebben. Wat een lul. Ja, nee. Oh. Dus dat ging ook niet. Maar dus ik weet wel, Den Helder en ik, dat is altijd een moeilijk huwelijk geweest. Ja. Ja. Heb je vaker momenten gehad met interactie dat het onbewust dus helemaal de verkeerde kant uit is gegaan? Want je hebt dus, je noemt zo'n Joodse vrouw waar je met alle beste bedoelingen aan vraagt, ben je wel eens op kamp geweest? Hier Hans de Boer. Joodse vrouw, er is ooit, ik heb ooit wel eens een man aangesproken met een lege plek naast zich. Dat was al in de tijd dat ik intuïtief wel voelde, oh, hier moet ik verder niet echt op ingaan. Maar die man, die bleek, want ik kreeg achteraf een brief van hem, die bleek dan altijd met zijn beste vriend naar cabaret te gaan. En zijn beste vriend was net overleden. En hij had toch maar besloten om wel te gaan. Maar ja,
dat straalde die man ook uit, snap je? Dus ik ging daar wel mee aan de slag. Dus dat wel meegemaakt. Maar hij benoemde ook wel dat hij normaal met zijn beste vriend ging, of niet? Wat gebeurde er? Ik zei, er was een soort grap. Dan was het helemaal uitverkocht, maar dan toch nog één iemand die er niet was. En iemand, ja, wat is er dan? En dit en dat. Maar dat die man ook wel, of met een soort gebaar, maar in ieder geval wel duidelijk maakte van, ga hier maar verder niet op door. Dus ja, wat dat betreft weet je het toch ook nooit. Je weet ook nooit wat voor emoties mensen allemaal meenemen als ze in die zaal gaan zitten. Nee. Maar dat was blijkbaar op dat moment zijn verhaal. Maar ja, improvisatie die mislukt, dat ligt altijd aan jezelf natuurlijk. Dat kun je nooit de mensen kwalijk nemen die... Maar bij zo'n man voel je gelukkig intuïtief aan. Oké, hier moet ik niet al te diep op ingaan, want er zit blijkbaar iets wat pijnlijk is. Maar ja, je kan het ook wel hebben dat je iets vraagt en je krijgt gewoon een heel pijnlijk antwoord terug. Of omdat je misschien die intuïtie nog niet hebt ontwikkeld kan ik me niet echt... voorbeelden van herinneren, omdat wij toch een soort gekke, ingebouwde radar daarvoor hebben, volgens mij. Ja. Volgens mij is zo'n eerste reis, scan je altijd op de een of andere manier en je pikt er toch altijd iets uit wat iets oplevert of zo, gek genoeg. Dat kan ook een soort mazzel zijn, maar het is... De keren dat dat niet goed gaat of dat er niks uitkomt, dan ga je ook gewoon maar wel weer door, heb ik het idee. Maar echt zo pijnlijk, nee, dat is gelukkig nog niet gebeurd. Nee, ik denk dat je het ook snel ontwikkelt als het wel pijnlijk is of zou kunnen zijn, dat je daar een volgende keer al sneller van voelt. Oké, ja. Hier blijf ik uit de buurt. Nou, ik heb wel ooit... In de categorie zeer rare bedrijfsnamels heb ik ooit in het... Rijksmuseum opgetreden voor een heel chic gezelschap in het bijzijn van prinses Caroline van Monaco. Die was er dan ook. En dat was een stichting waar zij dan ook ambassadrice van was. In het Engels moest ik hosten. En toen stond ik in het Rijksmuseum in de inkomhal. En dan zijn twee hele grote trappen die zo naar beneden lopen. En in het midden stond ik. En dan keek ik ook zij en daar beneden stonden dan de mensen. En dan die Monaco vrouw stond er ook bij. Dus dat deed ik in het Engels allemaal heel netjes, wel een paar grapjes zo. Maar toen kwamen er twee mensen, die kwamen te laat. Maar die kwamen dus via die trap naar beneden. Dus dat was heel lang en gênant. En dat was echt avondkleding en zijn vrouw prachtige jurk aan. Maar ja, daardoor had ik wel tijd om die mensen toch wel redelijk op te wijzen dat ze dan te laat waren. Zo. En toen zag ik ook die man beginnen te zweten van die dat had georganiseerd. Want dat bleken dan de familie Vroom en Dreesman te zijn. Dat wist ik niet. Ik had geen idee wie dat was. Natuurlijk. Maar dat was wel zo high-end dat het niet helemaal de bedoeling was dat ik daar grapjes over maakte. En ik heb ook één keer opgetreden dat Maxima op de eerste reis had. En die lachte dan niet en dan lachte dus ook niemand. Maar dat is dan de dynamiek. Ja. Dus als Maxima niet lacht of de prinses van Monaco lacht niet, dan gaat ook echt. Dan kan je grap nog zo goed zijn, maar dan. Dat is toch een soort. Middeleeuws is dat dan. De koning lacht niet, dus dan lacht het volk ook niet. Ja. Ja, het grappige, ik ken dat van bedrijfsoptredens waar inderdaad iedereen met een schuin oog naar de baas kijkt en dan werkt het ook zo als hij niet lacht. Lacht hij niet, maar als je dan inderdaad Maxima hebt, doet dat ook nog iets met jou? Dat je denkt, maar ik vond het heel leuk. Maxima. En ik had namelijk via gehoord dat zij mij wel leuk vonden. Dus ik dacht, dit is helemaal te gek. Zo, dus ik ook nog een beetje zo, maar dat was niet de bedoeling. Dus ik wil een tijdje geleden, maar dat was niet de bedoeling. Nee. En dan lacht er ook inderdaad, dan lacht er ook niemand. Dus dan is het ook wel weer doorploeteren tot het einde en dan tot ziens. Maar die Monaco-avond, dat was wel... Want ik zat ook aan de tafel van de prinses van Monaco. Was er een groot diner. En met een veiling, en dat moest ik ook hosten in het Engels. Dus daarom zat ik aan de tafel bij de prinses van Monaco.
Alleen er is een regel dat je mag pas beginnen met eten als de prinses van Monaco was gaan beginnen met eten. Ja. Yeah. Dus iedereen kreeg zo'n bordje en dan... Nee, dat was nog niet de bedoeling. En je mag ook pas weg als de prinses van Monaco weggaat. Maar ik kreeg telefoon van mijn vrouw en die was haar sleutel vergeten. Dus die stond buitengesloten bij ons huis. Dus daar moest ik eigenlijk naartoe. Maar ja, ik zat aan de tafel met de prinses van Monaco. Dus die heb ik... Maar mijn vrouw begreep dat gelukkig wel. Maar die heeft echt nog een uur moeten wachten op mij. Want die ging natuurlijk pas helemaal op het laatst weg. Ja. En dan mocht ik ook pas weg. Ja, dan zit je dan met je... Ik ben een comedian en ik doe wat ik wil. Nee, het was echt de bedoeling dat ik wel bleef zitten. Tot de ster van de avond weg was. En toen mocht ik ook weg. Ja. Heb je het, want je woont nu deels in België, je werkt ook veel in België, speelt hier ook veel. Ja. Hoe is het hier ook wel eens misgegaan in Vlaanderen, omdat je bijvoorbeeld een woordkeuze hebt niet kennen of niet in die zin gebruiken? Ja, ik had de eerste, er is zo'n avond in het Capitool in Gent, dus 1500 mensen, dat wordt door die Gili georganiseerd, een soort comedy marathon. Dus het gaat ook de hele nacht door volgens mij. Het is gewoon een avond. Comedy marathon heet het. Voor een goed doel en zo. En daar was ik bij. En toen was ik hier al een beetje op tv. Dus ik dacht, ja, dat wordt gewoon een 8 minuten. Ik denk, nou, ik speel iedereen wel naar huis. En toen, maar toen had ik dus, dat ging, was aardig zo. Maar ik had een stuk over prenatal. En dat moest het wel echt aftoppen, zeg maar. Maar prenatal is hier pre-mama. Dus prenatal kennen ze niet. Nee, ja, de babywinkel prenatal. Dus dat was echt met 180 kilometer per uur. Daar gaat hij. Daar komt hij. En gewoon niks. 1500 mensen. Zo, ja. Prenatal kennen ze. Maar ik heb dat heel af en toe nog wel eens. Dat je dus iedereen je ziet aanstaren. Ja, dat woord kennen wij echt niet. Maar pre-maman heet dat daar. Maar dat is ook om dat woord opeens te moeten gebruiken, terwijl je altijd prenatal hebt gezegd, gaat ook niet. Nee, slijt dat er ook niet in? Nee, dat is het enige hier. Dat je toch, ik ben echt wel Vlaming inmiddels, dus ik heb het over de Vlaamse actualiteit. Maar ik had laatst bijvoorbeeld Bert Gabriel, die ken je ook wel, een comedian. Die schrijft af en toe ook wat grapjes mee voor mij, voor die monoloogstukken die ik doe. En die had een hele goede grap over een minister. Maar dat was een grap van iets van 10 jaar geleden. Maar dan kan ik hem toch niet maken, omdat ik 10 jaar geleden was ik hier echt nog niet. Nee. Dus dan zie ik wel dat de grap goed is. En hij zou ook wel in theorie kunnen werken, maar het is toch raar dat ik dat al zeg. Dus het is ook raar als jij opeens als Hollander pre-maman zegt. Dus, maar dat ging. Ik kan me echt nog herinneren dat ik. Dat is ook zo'n grap die altijd werkt. Ik denk, nou, hier komt hij. En dan ook helemaal niets. Dus ook niet iemand van die 1500 mensen die denkt, nou, hij zal wel zoiets bedoeld hebben, dus laat ik maar lachen. Nee, het is echt nee, niks. Gewoon silent. Dus dat heb ik hier ook wel meegemaakt. En daarna, die shows die ik hier gemaakt heb, die waren toch allemaal vanuit het perspectief van jullie doen het zo, wij doen het zo. Dus dan kun je daar wel omheen spelen, zeg maar. Ja. Dan zou je misschien ook nog zelfs kunnen benoemen. Ja, jullie kennen het niet en waarom jullie niet, noemen het zo, maar en jullie zeggen ook niks en dan wordt dat weer de grap, ja. Weet je wel. Maar sindsdien, iedere keer als een Nederlandse comedian hier speelt, word ik wel eens geraadpleegd van, ja, wat zeggen ze hier nou wel of niet? Of bestaat dit of bestaat dit? Maar dat weet jij ook, jij speelt hier ook veel. Ja, het kan op de stomste plekken zitten. Ik heb heel lang een grap gehad waar ik iets zei over een sportschool. En die deed in Nederland prima en in Vlaanderen soms wel, maar meestal moi. Tot iemand me zei, maar jij bedoelt de fitness. Ja. Want de sportschool, dat is de opleiding die je doet als je gymleraar wil worden. Of leraar lichamelijke oefening.
En ja, toen was het, en daarna ben ik hem gaan doen met de fitness. Ja. Wat inderdaad raar is, want ik zeg normaal nooit de fitness. Nee. Als ik een sportschool bedoel. Maar ja, dat was nodig om de grap te laten werken. En Vlamingen zeggen pas heel laat ook iets daarover natuurlijk. Ja. Heb je ook wel eens hier gehad dat je, omdat je Hollander bent, dat je komt op. En ook al ben je Jan-Jaap van der Wal, dat het toch armen over elkaar. Ah, een Hollander. Ja, zeker. Zeker aan het begin wel. Ja, zeker aan het begin. Maar daar heb ik ook heel hard voor gewerkt hier. Dat ik wel snel ook duidelijk gemaakt van ik ben bereid om hard te werken en in jullie te verdiepen. Dus dat die strijd heb ik nu wel gewonnen, ja. Ja. Maar er zullen nog altijd mensen zijn. Maar goed, die komen dan ook niet echt naar je show misschien. Die dan denken, dat is dan die Hollander, ja. Ja. Is er één show uit je carrière, ofwel met shows hier of in Nederland, bedrijfsoptreden of regulier, waarvan je denkt, als ik er gewoon één met zo'n Matrix ding uit mijn geheugen weg kan flitsen, dan is het die? Dat niet. Er zijn uiteraard wel dingen beter geslaagd dan anderen. Alleen ik denk dat iedere show staat toch wel voor een periode of een gebeurtenis. Oh, zo, ja, in mijn leven. Ik bedoel dat gewoon één uniek optreden. Oh, je bedoelt een uniek niet optreden. Een programma. Nee. Ja, zo. Nee, anders zou het heel bruut zijn. Nee, zou insinueren dat er een heel seizoen eruit. Ja, nee. Of een show waar je op terugkijkt en denkt, dat was een slechte show, maar ik heb daar wel een hele belangrijke les geleerd. En een fout gemaakt die ik daarna niet meer gemaakt heb. Ja. Anders dan nee zeggen op een aanvraag voor 1,5 uur. Ja, nee, over logistiek. Tuurlijk. Nou ja, dan zou je inderdaad zeggen Den Helder of zo. Maar ja, aan de andere kant ben ik elke tijd wel weer geneigd om dan te zeggen, ik kom hier wel terug, want het moet gewoon op een dag toch wel gaan werken of zo. Zou ik je? Dus ik heb ook een iets te groot eergevoel om dan maar te zeggen, Doe maar helemaal niet meer. Dus er staat, wat dat betreft staat er hier weinig, ja, weinig op de zwarte lijst of zo. Nou, laat ik het dan zo over. Wat is een plek of een zaal waar je nog steeds van denkt, oké, maar ik ga hier nog een keer terugkomen en dan gaat het wel lukken? Of is dat Den Helder? Nou, er is wel, er zit wel een psychologie natuurlijk in zalen, gek genoeg. Wat heel weird is, omdat je kunt dat die mensen helemaal niet kwalijk nemen natuurlijk. Maar ik heb één keer, maar dat was door trieste omstandigheden, maar ik heb één keer een show moeten onderbreken eigenlijk na 2 minuten al. In België was dat. Dat was mijn eerste show die ik hier deed. Was in Herentals. En ik had heel slecht nieuws gekregen over mijn vader die ziek was. En ik dacht, ja, wat sta ik hier te doen? Dus na een paar minuten zei ik, sorry, ja, maar dat, Dit gaat helemaal niet. En toen ben ik afgelopen en die directeur die kwam en mijn agent was er gelukkig ook bij. En toen die directeur zei, nou ja, nee, dat gaat niet. En die is naar de foyer gegaan om die mensen dat te vertellen. En toen gingen ook allemaal klak, was heel, heel ontroerend. Ja, mooi. Dus stond ik beneden en toen hoorde ik en zo. Maar ja, de keer daarop kwam ik daar. En toen ging ik die show nog wel inhalen, een paar maanden daarna. Maar dat was al, dat vond ik al eng zo. Dat was ook beverig. Zo trillend. Ik denk, als ik er maar door. Nou, dan kwam ik er door. En waarom? Nou ja, dat zit dan in de psychologie. Dus want ik chokte echt. Dus qua adem lukte het ook niet meer en zo. En ik begon te zweten. En dus een keer daarna, dat podium weer opgaan, is best lastig dan in die zaal. Dat ging dan gelukkig wel goed. Maar mijn tweede show die ik heb gedaan hier, Schoon, die heb ik daar ook gespeeld. En zelfs toen was het dat je dan die zaal opkomt en dat je dan die stakken op dat podium zet. En dat je denkt, fuck, sta ik hier weer op dit podium. En als ik het maar goed doorkom, is een heel ander verhaal en een heel andere show. Maar dat is grappig hoe dat dan in je brein werkt, zeg maar. Ja. Dus dat zalen een soort herinnering hebben.
Dus daarmee denk ik dat het tussen Den Helder en mij nooit echt, echt goed meer zal komen. Maar ze zijn nu verplaatst naar een andere locatie. Dus misschien dat dat helpt. Wie weet. Dus misschien dat ik dat dan nog eens een keer moet proberen. Laat het open. Dankjewel. Heel graag gedaan.